Hey, jongens en meisjes, ik heb zin om een video op te nemen. Ik heb zin om gewoon terug te praten. Zonder een externe microfoon. Oké, jongens en meisjes? Oh, ik ben echt net wakker. Oh. Ik heb de Gamer Limited Edition sweater aan. Echt vet gaaf, mate. Het voelt echt chill. Maar echt, mate. Maar echt, mate. Hey, moet ik een game gaan spelen? Ja, ik ga een game spelen. Dus ik check jullie als ik op de game ben. Ciao. Nee, tot z'n. Ah ja, weten jullie... Oh, wow, ik word al direct doodgeschoten. Weten jullie, een paar video's geleden, dat ik een microfoontje heb gekocht. Die microfoon ga ik dus niet meer gebruiken, want ik wou die gebruiken tijdens een stream. Want ik was gisteren aan het streamen, 2 uurtjes, omdat ik nog eens een keer wou proberen en omdat ik het gewoon graag doe. Ik wou een granaat gooien, maar hey, het is totaal mislukt. Ik word langs alle kanten geschoten, maar hey, maakt niet uit. We gaan eens een keer gewoon anders proberen om gewoon rechtstaand te gamen, maar ik hoor het geluid dus niet, dus... Jullie wel, dus sorry daarvoor als jullie geluid achter u horen of weet ik veel. Mijn excuses daarvoor zou ik zeggen. Wat wou ik nu weer zeggen? Godverdomme, ik ben dood. Dus dat ik die microfoontje niet meer ga gebruiken. Dus dat was echt een slechte aankoop. Want die klinkt echt veel te zacht na mijn goesting. Dus ja, daarom deze microfoontje. Nu sta ik stil, want ik heb gemerkt als ik bewegingen doe, als ik ga bukken, dan zijn dat zo'n momenten. Waarom gaat die niet dood? Dan zijn dat alleen maar momenten dat dat even uitvalt, zo, snap je? Ik kan echt totaal niet praten en gamen tegelijk. En het is ook de eerste keer dat ik zo rechtstaand sta te gamen. En ik vind het heel irritant dat ik geen granaat heb. Want ik speel heel veel paladins en ik heb dat ook gisteren gelivestreamd. En daar heb ik altijd een granaat. Hè. Dan speel ik met Victor. En als jullie Victor niet weten wie dat is, hoe die eruit ziet, er komt nu een afbeeldingetje van in beeld. En... daar speel ik altijd een granaat mee. Dat is om de, denk 10 seconden of zo, dat ik er een granaat kan gooien. Of om de 5 seconden, ik weet het niet. Maar het doel is om gewoon eerst eens te staan. Hè. Ik doe hier en daar af en toe een Black Ops zombie, nee. Een multiplayer offline Black Ops 2 game mode. Ik heb het volume wel wat hoger gezet, omdat het anders echt veel te gemakkelijk zou zijn. Dus ja, we gaan beginnen met de strijd. Geconcentreerd, herladen, herladen. Oké, achterbij. Fuck jou en YouTube community. Sorry. Ik mag de YouTube community niet uitschelden. Ook al kijkt niemand van de YouTube community. Ik ga even bukken en shoot. Yo! Ja, het is ook moeilijk omdat het van verre afstand is, dus ik kan heel moeilijk mikken. Moet ik herladen? Ik heb al herladen. I kill you, motherfucker! I see you, motherfucker! Fucker! Yeah, mate! Oei! Concentreerd, ik zie daar een airdrop. Ik ga voor die airdrop. Ook al is dat van iemand anders, mij maakt dat niet uit. Ik wil die airdrop hebben. Ik ga daar mensen voor doodschieten. Waarom? Ja, het is te laat, jong. Het gaat al weg, hè. Voor mijn gevoel zegt dat die eerder... Huh? Hey, mijn kastje, nee, sla de controller aan. Kom maar, ik mag niet doodgaan. Ik sta hier gewoon. Die mannetjes... Oh my. Ik was even aan het stressen loeren. Maar kom aan, jong. Kom aan. Hey. Faggot. Ja, jong. Oneerlijk. Ik moet echt wel concentreren. Want als mijn kast... Ik mag niet te veel bewegen met mijn kastje, want er is iets mis met mij. Xbox 360 controller. Want ik heb nog een oude Xbox 360. Dat was in de tijd toen alleen de Xbox Kinect uitkwam. Dat ik die had mijn stiefvader had die gekocht. En ik was er kei blij mee. Maar ja, er is nu al ondertussen zoveel Xbox en PlayStations uitgekomen. Dat deze Xbox kastje waarschijnlijk een beetje aan het opgeven is. En we gaan die knife. Yes, we hebben die knife laden. Ja, in mijn bek, hè. Natuurlijk weer in mijn bek. Kom maar lopen, ja. Oh, I see you niet. En je hebt mij doodgemaakt. Dat vind ik niet leuk. Maar hey, maakt niet uit. Ja, weet je, ik kan wel live kopen, hè. Maar ik speel nooit op mijn Xbox. Eens, dan koop ik live voor 3 maanden of zo. En speel ik 1 of 2 keer op of zo. En voor de rest gebruiken mijn vrienden die of zo. Oh ja, gebruiken mijn vrienden die. Op de Xbox waar ik dan ben op ingelogd. Als ik dan heb gezegd van, ah ja, ik heb live. Dan zitten die zo even gewoon op mijn account. En had ik de laatste kill? Ja, ik had de laatste kill blijkbaar. Holy shit. Oh ja, ik sta toch eerst. Het is me nog nooit overkomen dat ik eerst sta bij een offline potje. Huh?
Oké, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze video. Ik had het gewoon zien in een game video even. Dus vergeet zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Gewoon like deze video. Als je nieuw bent, je mag kiezen abonneer of niet abonneer. Want mij maakt het niet uit. Maar ik weet dat het augustus bijna erop zit. En dat ik eigenlijk even eens een keer kan relaxen. En goede YouTube video's kan maken. Want ik heb oude ideeën van vroeger nog hier gezien. Zoveel manieren om je bek te houden. Music tech, de tech van 5 uur. Vlaamse U, die heb ik al gedaan. Schoolpunten, sketch, solliciteren. Sketch, solliciteren heb ik al gedaan. Top 5 YouTubers die ik kijk. Vakantie, dat zijn allemaal scènes van vroeger. Die ik misschien, dat ik nog niet heb opgenomen. En dat ik nu misschien wel kan doen. Dus in september ga ik proberen terug 1 keer per week te uploaden. Ik ga proberen een greenscreen te kopen. En achter mijn PC dat ik een kei nice banner en een profielfoto kan installeren. Want ik vind, ik wil terug vernieuwing hebben. September, nieuw schooljaar. Alles moet een beetje nieuw zijn. Dus ja, like. En tot de volgende. Ciao.